Mijn naam is Ilias Alkostit. Ik ben 24 en ambassadeur bij De Warmste Week. Sport is voor mij enorm belangrijk. Dat is vooral duidelijk geworden tijdens de lockdown. Ik begon te investeren in mentale gezondheid, mediteren, ademhalingsoefeningen, leren alleen zijn, noem maar op. Het is me toen nog duidelijker geworden dat mentale gezondheid en fysieke gezondheid hand in hand gaan. Ik ben alvast overtuigd, maar ik ben benieuwd wat de wetenschap daarover te zeggen heeft. Zitten de beste antidepressiva in je spieren? Voor De Warmste Week, met het thema Kunnen zijn wie je bent, is dit de Universiteit van Vlaanderen. Dank u wel. Goedenavond. Om op te warmen stel ik voor dat we beginnen met een quizvraagje. We zullen een doe-vraag en ik zal uitbeelden. En jullie moeten gewoon zeggen wie of wat je ziet. Hier komt hij. Je mag het roepen, hè. De Denker, zeer snel. De Denker is een bekend beeldhouwwerk van Rodin. Van een man die zit te denken. Met nadruk op zit. Maar als ik daarnaar kijk en je ziet dat beeld daar, dan is dat niet echt... Ik vind dat hij eerder aan het piekeren is dan aan het denken. En grote denkers, mensen die er heel goed in zijn, die hebben eigenlijk vaak... Het idee van ja, zitten is eigenlijk niet zo'n goede manier om te denken. En eigenlijk, bijvoorbeeld een Friedrich Nietzsche, die zei... Mijn hersenen die vallen in slaap als ik zit. En die ging zijn grote theorieën gaan creëren als zij bijvoorbeeld 6, 7, 8 uur per dag ging wandelen. En die zei, mijn hersenen die werken maar als mijn spieren hen in beweging zetten. Dus ik stel voor dat we dit gewoon... aan de kant schuiven en het verhaal verder zetten. Naast die filosofen hadden we heel vroeger al, in Aristoteles en Socrates enzovoort, die hadden de gewoonte om al wandelend eigenlijk hun ideeën te bespreken en les te geven zelfs. Dus die school, dat noemde ook de wandelschool. En als ik door al die verhalen ging, dan dacht ik bij mezelf, ja, eigenlijk is dat voor mij ook wel zo. Mijn beste ingevingen en mijn oplossing voor problemen krijg ik vaak al wandelend of al sportend. Ik weet niet of dat bij jullie ook soms het geval is. Goed, je kan wel zeggen, allemaal mooie anekdotes, maar wat is daar eigenlijk de wetenschappelijke evidentie van? Is daar eigenlijk enige basis voor? En vooral, waar in dat brein zouden we dat effect dan moeten vinden? Nu, over het brein, daar is eigenlijk... En ik bedoel nu niet dit plastieke ding, afgietsel, maar het echte brein, dat is misschien een van de meest complexe dingen die er zijn in het heelal. Dat is extreem complex en laat zich ook zeer moeilijk onderzoeken. En toch zijn er de voorbije, vooral 20 jaar, heel belangrijke ontdekkingen gebeurd op het effect van lichaamsbeweging op de hersenen en op de hersenfunctie. En daar wil ik graag met jullie in dit college over bijpraten. En een van de zaken die ontdekt is, is dat, en zo moet je dat ongeveer zien, de voorkant van de hersenen, wat men de prefrontale cortex noemt, dat die tijdens inspanning, tijdens beweging, sterk in activiteit toeneemt en meer doorbloed wordt. Nu, wat doet zo'n prefrontale cortex? Dat is eigenlijk het deel van de hersenen waar we gaan cognitieve controle uitoefenen. Dat is een moeilijke term voor eigenlijk beslissingen nemen, redeneringen, maken, afwegingen doen en ook bijvoorbeeld inhibitie. Een inhibitie is het onderdrukken van signalen die eigenlijk uit andere delen van je hersenen komen, ze eigenlijk een beetje negeren. En een van die testen om dat te onderzoeken, zal ik maar zeggen, die activiteit van de prefrontale cortex onderzoeken, is met psychologische testjes. Ja? Dat zijn testjes in een en al vervelender dan de andere. En die kunnen bijvoorbeeld die processen zoals inhibitie gaan meten. Ik stel voor dat we zo'n test doen. Bijvoorbeeld de Stroop-test. Je kijkt naar het scherm en je ziet eigenlijk een conflict. Je ziet als je het woord leest, één kleur. En als je naar de kleur van de letters kijkt, zie je een andere kleur. In dit geval, en die Stroop-test zegt dat je moet de kleur van de letters zeggen. Dus is het juiste antwoord rood. Ja? Bij het volgende bijvoorbeeld zien we opnieuw een woord. En je hebt misschien de neiging om groen te zeggen, maar het is geel. Ik stel voor dat we de test doen. Je mag luid oproepen en het is de bedoeling om twee dingen te doen, om het zo snel mogelijk te doen en om het zo juist mogelijk te doen. Zijn jullie klaar?
Ja, af en toe nog een die toch een keer een foutje maakt. Maar je merkt, dat is vervelend. Hè? Dat is ambetant. Hoe dat je hersenen telkens eerst zo'n actieve onderdrukking moeten doen. Dat is omdat je leesbrein is sneller. Hè? Dat reageert iets sneller. En we hebben altijd de neiging om dat eruit te floepen. Dat zit hier aan de linkerkant. En dan het deel dat eigenlijk de kleur herkent, zit nog meer van achter. En je moet dus met de cortex... Vooraan moet je de hele tijd dat ene onderdrukken en dat andere doorlaten. Dat is een enorm vervelende test. Ja. Nu, je merkt, dat ging niet zo ideaal, niet zo snel. Je kan dat steken op het feit dat jullie stilzitten. Maar moesten jullie net gelopen hebben, bijvoorbeeld, dan zou jullie gemerkt hebben, of zou je ervaren, dat een stuk accurater en een stuk sneller gebeurt. En dit is de rode draad door heel veel cognitieve testen die gebeurd zijn, waar men telkens ziet dat een inspanning ervoor zorgt dat je die test beter doet. Hè, en tijdens die inspanning of kort na die inspanning geeft die prestatie een voordeel. Nu, welke soort inspanningen werken? Vanaf een kwartier ongeveer begint dat echt te spelen, dat effect. En de minimumintensiteit is wandelen. Dus gewoon recht staan, dat is niet genoeg. Dus als je op het werk zegt van ik ga een keer het beste proberen uit mijn vergadering halen en de brainstormsessie, dan zijn staattafels of rechtstaand vergaderen niet genoeg. Je moet effectief de vergaderfiets bovenhalen. Ik weet niet of je die kent, maar die vergaderfiets, ik vermoed dat de meesten die niet zullen hebben. Dus je kan ook als alternatief, zoals Aristoteles, uw ideeën bespreken, al wandelend met je collega's. En ik vermoed dat nogal wat mensen in de coronalockdown die geneugde van dat wandelend zaken bespreken hebben leren kennen. Goed, je kan u afvragen, oké, dat is allemaal goed en wel, maar waarom is in godsnaam zo'n mechanisme ontstaan in je lichaam die ervoor zorgt dat je brein eigenlijk beter werkt als je aan het bewegen bent. Is daar één logica voor? Nu, om dat te begrijpen, moeten we naar de geschiedenis gaan van de mens. En de mens is ongeveer 200.000 jaar oud. En het grootste deel van die tijd hebben wij als jager-verzamelaars geleefd. Dus ons brein heeft zich eigenlijk aangepast, heeft zich geënt op een jager-verzamelaar bestaan. Nu, wat deden die? Die wandelden en liepen heel veel, 10, 15, 20 kilometer per dag, van jong tot oud. En vergeleken met passief onder een boom zitten, gebeurt er enorm veel tijdens dat wandelen en lopen. Je komt van alles tegen, andere dieren, mensen. Is dat een risico, is dat hier gevaar of niet? Je moet dus eigenlijk afwegingen maken, je moet je oriënteren, je moet zeggen waar waren weer die voedselbronnen, je moet dingen onthouden. Dus je brein moet op scherp staan bij bewegen. En eigenlijk is het voor biologen compleet logisch en normaal dat je brein beter functioneert als je beweegt dan als je stil zit. Maar is dat eigenlijk het enige effect dat beweging heeft? Zo'n heel tijdelijk, kortdurend effect? Want ik moet zeggen... Die effecten die zijn even snel terug weg als ze gekomen zijn. Ongeveer een kwartier na de inspanning merk je van die boost niets meer. Ja, dan is dat weg. Dus je kan je ook afvragen, zijn er effecten van je lichaamsbeweging op je hersenfunctie die langer duren, die langer aanwezig blijven? En dan denken we bijvoorbeeld aan geheugen. Ja. Om geheugen uit te leggen, moet ik een andere structuur erbij halen, die meer hier onderaan zit en meer centraal. Dat is de hippocampus. En de hippocampus is, dat is het Latijn voor zeepaardje, en je kan dat daar ook in herkennen een beetje, als je veel verbeelding hebt. Die hippocampus zorgt ervoor dat je dingen van je korte naar je lange termijn geheugen omzet. Maar heel bijzonder aan die structuur, en dat is uniek aan de hippocampus, dat is dat ze nieuwe hersencellen kan maken. Dus ze kan er op volwassen leeftijd bij jullie nog bij maken. Bij toveren eigenlijk. En ongeveer 20 jaar geleden heeft men onderzocht wat eigenlijk de stimuli zijn, hoe dat volwassen hersenen nog nieuwe hersencellen kunnen bijmaken. En het onderzoek is eerst gebeurd op muizen. Waarbij men muizen in een passieve kooi eigenlijk heeft gezet, waar weinig bewegingsmogelijkheden waren. Of in een kooi waar een loopwieltje was. En dat loopwieltje dat zorgde ervoor dat zij eigenlijk elke nacht, en muizen doen dat veel en graag, elke nacht dat zij kunnen lopen en ze doen dat verschillende kilometers. Ja. Die muizen die zo'n actief loopwiel optie hadden,
die kregen eigenlijk die extra neuronen, die extra zenuwcellen in hun hippocampus. Terwijl die in de controlekooi dat niet kregen. U zou zeggen, ja, oké, dat zijn muizen. Dat zijn muizen. Ja. Maar dan is een heleboel onderzoek gekomen. 20 jaar lang heeft men van alles onderzocht om dat eigenlijk te begrijpen. En is dat bij ons ook aanwezig. En een van de studies die ik kan aanhalen, is van collega's in de Verenigde Staten. Ze hebben gekeken ook naar die hippocampus bij mensen. En ze doen dat met een hersenscan. En die hersenscan meet het volume van de hippocampus. Wat heeft men gezien? Dat als je twee groepen onderzocht, en dat waren groepen die eigenlijk toebedeeld werden in, of ingedeeld werden in een groep die elke week, 3 keer per week, ongeveer 45 minuten moest wandelen. En dat een jaar lang. Hè, dus echt een bewegingsprogramma starten. En een andere groep deed tijdens diezelfde momenten passieve activiteiten. Wat hebben ze gevonden? Nu, eerst het slechte nieuws. Die controlegroep, daar ging die hippocampus met 1,5% in volume achteruit. Die werd kleiner. Ja, je zou zeggen, elk jaar opnieuw, of wat? Die onderzoekers verschrokken daar niet van. Dat is gekend. Dat is de snelheid waarmee die hippocampus eigenlijk kleiner wordt, krimpt, afsterft een beetje, bij het ouder worden. En die mensen van die studie waren 60, 70 jaar, zoiets. Dat is ook een belangrijke structuur voor dementie. Dus dat is echt wel heel relevant, die bevinding. Nu, het goede nieuws. Die groep die elke week, 3 keer per week, dat wandelen deed, die ging eigenlijk niet achteruit in hippocampusvolume. Integendeel, er kwam zelfs 2% volume bij. En vooral dat laatste was heel bijzonder. Want dat betekent dat er waarschijnlijk die aanmaak van nieuwe neuronen, hè, bij volwassenen, dat dus ook bij de mens zou spelen. En ze zeggen, ja, ik ben niet zo geïnteresseerd in het volume van mijn hippocampus. Men heeft ook de testen gedaan van het geheugen. En die waren ook veranderd. En dat is natuurlijk wel iets interessants. Dus degenen die omhoog gingen in hippocampusvolume, die scoorden ook beter in geheugentesten. Nu, die hippocampus, dat is mijn favoriete onderdeel van de hersenen, voor nog een andere reden ook. Dat is onderdeel van wat wij het limbisch systeem noemen. Het limbisch systeem, dat is een plaats in de hersenen waar emoties ontstaan en ook gevoelens ontwikkeld worden. Dus dat is een onderdeel van het emotionele deel van uw brein. Dus je zou ook de vraag kunnen stellen, door beweging kunnen we misschien ons emotioneel welzijn ook veranderen. Het voordeel dat je misschien het beste kent, is als je de runner's high genoemd, hè, dat je dus als je lang gaat lopen, dat je dan een soort gelukzalig gevoel krijgt. Ja. Maar daar ga ik het niet over hebben. Het gaat over veel laag of minder intensieve inspanningen. Blijkt effectief ook dat er een beschermend effect is van lichaamsbeweging op gevoelens van angst en van depressie. In het begin hadden we alleen maar gegevens van bevolkingsbrede observaties. Men zag dat mensen die doorgaans weinig bewegen, dat die doorgaans ook vaker depressies doen. Maar men weet natuurlijk niet of dat een oorzakelijk verband is. Nadien zijn er interventiestudies gekomen die meer lijken op wat ik daarnet gezegd heb voor die geheugenstudie, waar men effectief ziet dat bewegingsprogramma's starten de kans op het ontwikkelen van depressie, maar ook wel het behandelen van depressie kan helpen. Je zou kunnen zeggen, ja, hoe groot zijn die effecten dan? Is dat aanzienlijk? Is dat iets waar we moeten achteraan gaan? Wel, moest je bewegingsprogramma's willen laten registreren door een geneesmiddelenagentschap als een antidepressivum, dan zou dat dus aan de criteria voldoen om geregistreerd te worden en erkend te worden. Wat is dan het verschil met antidepressiva in pilvorm? Wel, die pillen die hebben nogal wat nevenwerkingen in de zin van effecten op eetgedrag, hogere kans op beroerte enzovoort. En eigenlijk voor lichaamsbeweging is de belangrijkste bijwerking eigenlijk dat je 4 jaar langer leeft. Goed, tot slot. Ik heb de effecten van lichaamsbeweging op de hersenen besproken en ik heb er 3 effecten behandeld. Het acute effect op uw cognitieve controle,
een meer langdurig effect op uw geheugen, hè, op het u kunnen onthouden. En het derde, op uw emotioneel welzijn. Waar ik het niet over gehad heb in dit college, is de manier waarop dat gebeurt. Wat de mechanismen daarachter zijn, waar ik als fysioloog dan vooral geïnteresseerd in ben. En daarvan moet ik zeggen dat de voorbije 10, 15 jaar er een enorme ontwikkeling geweest is in de wetenschap over wat juist die mechanismen zijn en welke moleculen verantwoordelijk zijn voor die beschermende effecten. Ja. En wat ik bijzonder boeiend vind daarin, is dat een deel van die moleculen die dus die beschermende effecten hebben, dat die in de spieren opgeslagen zitten. Die zitten in de spieren en als je spieren samentrekken, komen die stoffen vrij. Die komen in het bloed, die reizen naar de hersenen en die gaan daar een effect te verzorgen. Dat is iets wat ik eigenlijk wil dat jullie onthouden van dit college, zeg maar. Uw spieren, dat is een soort reservoir voor antidepressiva, geheugenboosters. En het volstaat om regelmatig te gaan wandelen, lopen, fietsen, om die stoffen vrij te maken uit je spieren en je hersenen daarmee te trakteren. Gezondheid.